Jan Smit, de 38-jarige veelzijdige persoonlijkheid, heeft onlangs onthuld dat hij wellicht eerder had moeten afzwaaien als commentator, presentator en lid van de selectiecommissie bij het Eurovisie Songfestival. Deze openbaring deed hij tijdens een boeiend gesprek met presentator Humberto Tan, waar hij de prestigieuze Edison Pop Euvreprijs 2024 in ontvangst mocht nemen. Tan wilde weten waarom Smit besloot te stoppen als commentator, een rol die hij twaalf jaar lang met verve vervulde. Smit antwoordde bedachtzaam, ik heb alles meegemaakt, overwinningen, tweede plaatsen en zelfs het missen van de finale twee keer. Ik heb het Songfestival ook twee keer mogen presenteren en eerlijk gezegd had ik toen misschien al moeten stoppen. Vol passie beschreef Smit het Eurovisie Songfestival als de leukste week van het jaar, waar iedereen tevreden is. Toch erkende hij dat hij wellicht te veel hooi op zijn vork nam. Op een gegeven moment heb je alles gezien en gedaan. Ik deed altijd alles, maar je hoeft niet alles te doen, voegde hij toe. Tan bracht ook een eerdere uitspraak ter sprake waarin Smit verkondigde zijn carrière te willen beëindigen op zijn veertigste. Smit lichtte toe dat hij destijds in een sneltrein zat en het plezier in zijn mooiste hobby verloor. Zijn obsessieve streven naar perfectie leidde tot een burn-out, een keerpunt waarop hij besefte wat echt belangrijk was. Terugkijkend op zijn indrukwekkende carrière, benadrukte de zanger dat hij meer heeft bereikt dan ooit durfde te dromen en nu slechts streeft naar tevredenheid. Met de Edison Pop-Euvreprijs als erkenning van zijn bijdrage aan de muziekindustrie lijkt Jan Smit klaar voor een nieuw hoofdstuk. Zijn focus ligt nu op tevredenheid en het genieten van wat hij heeft bereikt een wijze les na jaren van onvermoeibare toewijding aan zijn passies. Wat de toekomst brengt voor deze veelzijdige artiest blijft intrigerend, maar één ding is zeker: Jan Smit heeft zijn balans gevonden.